Nee, de burgemeester, als je de zin krijgt. Blijven onthouden. Al het flesje voor u vast. Ja. Dan stel ik voor dat wij toosten op het succes van dit nieuwe bier en het initiatief van deze heren bij ons. Gezondheid. Donderdag stelde Patrick van Gompel een nieuw bier voor. In familie hebben ze de gust. Patrick van Gompel serveert thuis voortaan de François. Van een journalist zou je niet meteen verwachten dat hij met een bier op de proppen komt. Het is eigenlijk simpel. Ik wil voor mijn 65 vijf dingen doen. 3 boeken schrijven, een toneelstuk schrijven en een bier op de markt brengen. Een paar van die boeken zijn bijna af, maar dit bier is helemaal klaar. Patrick van Gompel is een Bourgondier. Een goed glas bier kan er bij hem altijd wel in. De Triple François heeft volgens hem alles om het te maken. Het is een mengeling van klein beetje kruidig, een klein beetje bitter, een klein beetje fruitig. Hele lange nadronk, langzaam genieten, complex. Een beetje nadenken van wat heb ik nu geproefd. Blijft onmiddellijk aan uw gehemelte hangen. Volle smaak, echt kwaliteit. Antwerps burgemeester Bart De Wever kwam ondanks het feit dat hij geen bierdrinker meer is, klinken op de lancering van het nieuwe Antwerpse bier. Ik ben dat wel geweest hoor. Ik heb in de eerste helft van mijn leven echt wel genoeg gedronken voor de twee helften, maar ben er dan wel mee gestopt. En zelfs Patrick van Gompel kan u niet overtuigen om nog eens te nippen? Wel, een bier van 9 graden, als ik daar nu eentje van zou drinken, dan denk ik dat de gevolgen tamelijk nefast zou zijn na 5 jaar drooglegging. Verschillende collega's van VTM Nieuws lieten de kans niet onbenut om eens te komen proeven van de François. Ik ben geen bierkenner, dus ik ga daar geen grote theorieën en woorden aan verspillen. Ik vind het lekker, dat is voor mij voldoende. Ik ben een gematigd drinker, zoals iedereen misschien ondertussen weet, ben ik mij aan het voorbereiden om de Van Toe te beklimmen. Dat betekent dat je een aantal dingen met mate moet doen. Alcohol drinken doe je dus in die omstandigheden met mate. En het zou zelfs kunnen, als ik heel hard nadenk, ik heb misschien dit jaar nog geen bier gedronken. Ik heb wel al alcohol gedronken, maar nog geen bier. Maar dit wou ik toch niet laten voorbijgaan. Dus daarvoor ben ik gekomen, het heeft mij gesmaakt. En na de Van Toe ga ik er nog een drinken.